Geert Arend Roorda, ja, je was al eens man of the match in Friesland en je hebt weer een prachtig flesje gekregen. Ja, ik denk dat dit de vierde is na de winter, dus het gaat, op dat vlak gaat het goed. Dit was een teamprestatie, maar het moet gezegd, er kan er maar één de beste zijn. Dat was jij vandaag. Ja, dat is allemaal aan anderen. Ik kan niet zonder die andere jongens gelukkig. En, we hebben gewoon met z'n allen fantastisch gevoetbald en dat staat voorop, denk ik. Voetballend hebben jullie Utrecht verslagen, hè? Op geen enkele andere manier. Jullie hebben ze gewoon alle hoeken van het veld laten zien. Ja, ik denk dat we duidelijk de betere ploeg waren en dat we ook terecht op 3-0 kwamen. Een beetje lullig dat we die 3-1 tegenkrijgen, een beetje onnodig vind ik. En ook jammer, dat is toch een kleine smet. Kan je je daar druk op maken als je zo goed voetbalt en comfortabel voor staat? Ja, kijk, voor de spitsen telt goals maken, voor de middenvelders telt goed voetballen. En voor de verdediging is natuurlijk de 0 houden fantastisch en ook voor de keeper. En als het dan niet lukt op zo'n manier, dat is gewoon een klein smetje. Hoe liggen de verhoudingen bij jullie op het middenveld? Wie doet wat? Want je hebt Kolwijk, Klaasje en Roorda en jullie lijken elkaar perfect aan te voelen. Ja, we zijn redelijk vrij in ons doen en laten, zolang we maar de verantwoordelijkheden pakken in balverlies en ook balbezit. En ik denk dat we dat heel goed naar elkaar kijken. We zijn alle drie echte voetballers, om het zo maar even te zeggen. En altijd voetbal aan de oplossing zoeken. En ik denk dat het op dit moment vandaag goed te zien was dat we goed bij elkaar op het middenveld kunnen spelen. Dit FC Utrecht heeft eerder dit seizoen goed gespeeld tegen Liverpool, tegen Napoli, tegen Celtic. En krijgen gewoon voetballes op Woudestein. Dat had niemand voor mogelijk gehouden. Nee, ja goed. Dat is toch de realiteit, denk ik. En 2 doelpunten van Geert Arend Roorda. Hoe belangrijk is dat voor jou, scoren? Nou, kijk, het is altijd een... Het is altijd een beloning, zie ik het. Het komt 2 keer lekker in de 16 en ik krijg hem 2 keer en kon ik hem 2 keer maken. En dat is gewoon een lekkere bekroning op het spel van het team. En ook voor jezelf is dat natuurlijk een persoonlijke succesje natuurlijk. Ja, vooral die eerste kwam letterlijk en figuurlijk uit de lucht vallen. Hè? Het was een volley. Nou ja, dat was echt, ik denk, voetballend een hele mooie goal. Ik denk een omschakeling en een fantastisch paasje van Kolwijk. Dat moet je niet vergeten. En toen kon ik hem volleren in de verhoek. We staan hier allemaal met lachende gezichten, maar moeten uiteindelijk toch concluderen dat jullie waarschijnlijk toch die nacompetitie moeten spelen. Ja, zoals eerder bekend wordt het gewoon heel lastig om die te ontlopen op dit moment. En ja, we staan nog 3 punten achter, volgens mij Vitesse ook verloren. We staan 3 punten achter op de Graafschap bij Vitesse. En goed aan ons om over 2 weken weer te winnen. En dan zien we wel wat er gaat gebeuren. Het is nog niet gespeeld, dat niet.